Nou, hallo allemaal en heel erg hartelijk welkom bij Family Mysteries Vergiftigde Beloftes. Ik ben meteen doorgegaan na de laatste video en jullie zien hier nu, ik heb de bonus storyline geopend. Dus laten we beginnen en we zitten natuurlijk weer op onze custom mode. Oké. Dus dit is gebeurd voordat wij überhaupt met de main game begonnen. Dat is altijd, vind ik altijd wel interessant. Zeg maar iets wat er tijdens of ervoor gebeurt. Please help us. We're near Shark Bay. The engine stopped working. Miss, are you there? Nothing. Oké. Eens kijken wie zijn we. Is someone in trouble? There are people on a yacht near Shark Bay, and their engine broke down. Locate them with a telescope, and I'll then calculate the coordinates. Oké, als eerste, hele goede animatie, moet ik zeggen. Hele rustige, goede animatie. Vaak zijn animaties van dit soort dingen een beetje gebroken. Oh, je kan ook een beetje rondkijken. Zijn er geen... Hier zijn geen kaarten en ook geen cadeautjes. Jammer. Natuurlijk, hier ontbreekt ook weer de helft. Dat zou ook eens niet zo zijn. waarom ontbreken die lenzen überhaupt? Vraag ik me af. Ik bedoel, alles goed en wel. Wat was dat nou weer? Ja, ik heb niet helemaal kunnen lezen wat er gezegd werd. Maar waarom? Serieus? Locate them with a telescope and I'll then calculate the coordinates. And I then calculate. Dat is volgens mij niet helemaal goed Engels, maar goed, ik zal het maar laten. Dan breekt ook nog een knop, natuurlijk. Ik ben op zoek naar het laatste stukje van dat... Die had ik trouwens toch? Lag die niet daar ergens? Ik had er hier twee, ik had er daar eentje... Zit hier nog ergens in? Ik weet het even niet. Oké. Blijkbaar is dat een ding. Oh, hemel. CD, dartbeltje, vishaak. Many thanks.
Logisch is het trouwens dat er een van die instructies op de boot ligt. Nou, laat maar komen. Goed, let's go. Waarom zal je eerst al die andere dingen moeten vinden? Wat is daar de logica van? Haha, logica! Zijn wij trouwens een van de partijen die gechanteerd wordt? Hier, de coördinaten zijn done. We can't leave the command center empty, so I'll be right here by the radio if you need me. Want er stond volgens mij in dat briefje van probeer nooit iemand te redden. Denk ik van, dat is toch het hele idee van een kustwacht. Let's go. Oh, wacht. Haha, let's go. En natuurlijk is het allemaal weer leeg. Verdurie. Er staat een sticker op de zijkant van de boot. Nou, let's go. Waarom niet? Waarom kan ik nog steeds niet beginnen? Oh. Oké. Okay. Nou, gaan we nu? Oh, dit is ook wel leuk. We kunnen kiezen uit twee soorten spellen. Ik ga deze doen. Oké.
Nou, dit soort spellen ken ik wel. Nee. Toch niet. Haha. Nee, dit klopt ook niet. Volgens mij... Het ook van die versie waarbij je alle lijntjes moet afgaan. Maar dit is een andere. Boom. Oh ja, en dat ding is ook echt hier pas nu, hè? Meen je dat nou? Yay. 50, 35, 90. Nou, let's go. En dan is het op, neer, neer, op. Yay. Oh, deze ken ik. Haha. Hey. No one was injured. Dat soort spellen vind ik altijd leuk. Gaat dat ding echt nu pas open? Waarom? Even kijken. En ik heb zo'n tandding nodig. Dit is hem. Wat is dit überhaupt? Hé? Waar zit ik mee? Oké. Okay. Oh, wacht. Dit is zo'n ding van de... La... Nee, toch niet. Wat is dit? Flesje? Het een of het ander. Ik heb wel zo'n knoop. Oké. Okay. Oh, wacht. Dit is van dat stopperspul. Beter. Dit is lijm. Lijm. Nee, dat kan ook niet. Ja, ik heb hier toch... het is maar een deel. Dus dan heb ik twee stukken van die hendel nodig. Jawel. Nou, zie je wel. Niet zo moeilijk. Ja. Die had ik nodig, dankjewel. En een magneet. Hier een slot. Oh, dat zijn naalden of zo. Laat maar zien. Oh ja, want het was ook echt de grootste, hè? Hopla. Haak. Nou, naar binnen. 1, 2. Hopla. Let's go. Zo blijf je dus ver. Is dat Ellen? Please open the door. This side is stuck. Here's the code.
Oh, dat is wel handig met de lippenstift. Oh, the smoke. Eén. Twee. Drie. Hé, hey, gaat snel. En... ja! Beter! We have to wake her up before another explosion blows us to smithereens! Wat zei hij nou? Smithereens? Ha! I have to wake her up. Wakey wakey. Oké, hier ontbreken... oh nee, hier ontbreken geen foto's. Even kijken. Ah, family tree. Logo. Nou, dat zal waarschijnlijk ergens hier wel horen. Hey, laat maar komen. Koffiemixer, wat moet daar dan mee? Oh, batterijen. Ik vind het wel grappig dat ze de grootte of de dikte van deze batterijen, net hoe je het wil zien, dat ze die wel anders hebben dan die uit het eerste spel. Want batterijen zijn vaak ook net wat anders. Dus dat is... dat vind ik goed bedacht. Ja, wat nou? Oh, dat was het hele idee. Oké, doen we het zo. Ook niet heel erg. En blijkbaar heeft de slak ga weg. Blijkbaar heeft de wind alle dingen dichtgewaaid. Even kijken. Eens kijken of ik alles kan vinden voordat die slak aan de andere kant is. No! Oh, en ik heb verloren. Daar. Oké, okay. Legit. Nou, open die deur. Je kunt ook gewoon een car freshener gebruiken, hebben we al gezien. Thank you for saving me. I thought I wouldn't make it. My name is Elena Gore. Please, there's two more people on the yacht. My sister Veronica and her boyfriend Mark. Save them, please. They're on the lower deck. Come on. I'll take you to my boat. You'll be safe there. Follow me. Waarom zegt ze eigenlijk niks over haar vader? Dat vind ik raar. Oh, wacht. Ik had er nog eentje. Haha. Wat moet er gebeuren? Oh ja, dan moet natuurlijk alles weer... die heb ik eerder gezien. Net zoals bij die foto van de laatste aflevering. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Er stond in het briefje van, oh, je mag nooit iemand redden, zelfs al niet als ze doet alsof ze in gevaar is. Ik ben benieuwd of ik die keuze ga krijgen, of ik iemand wel of niet mag redden. Ja, ja, kalm. Hè? Wat doe ik nou de hele tijd fout?
Doe eens kalm, joh. Hey, dat is beter. Nou, open die deur. Help me, please. Help. No. Oh no. Please. No. It must be Mark. En ze hebben die schroeven eruit gehaald omdat... Nou, laat zien. Ah, een zonnetje. Waarom zou iemand een stemmingsvorm meenemen? Sorry. Oké, we hebben dus ook nog een morphing. En ik denk dat ik weet waar die zit. Daar. Ze veranderen vaak wel in iets wat op elkaar lijkt. Haha. Haarspeld, haarspeld, haarspeld. Daar. Kijk, zie je speelkaart. Zeg maar op het moment dat je dat een boot kan ontploffen. Help me, please, help, no, oh no, please, no. Op een moment dat, oh. Wat ik zeg, op het moment dat een boot bijna kan ontploffen, ga jij de. New sharks would be a problem. Please help. New ja. Sharks would be a problem. Wat ik dus wil zeggen, op het moment dat er mensen in gevaar zijn, ga jij je druk maken over het feit of de ladder wel goed vast zit. Ja, dat was een. Vijf, acht, zeven, twee. Ja, maar waar was die? Hier was de kluis. Oh, wacht. Haha, wel mooie kleur trouwens. Beschadig je het ding zelf ook niet. Rustig maar, Nou, wegwezen. Meen je dat nou? Nou, deze dan maar eerst. En jou dat zo ver van elkaar vandaan, omdat... Ja, ik heb altijd al crossbow willen schieten.
been ziet er niet goed uit. Als de film zou zijn, zou ik bijna zeggen dat ketchup is. Nou, kom, wegwezen. Thank you. Thank you for saving my life. Are the girls okay? Elena is safe, but I can't find Veronica. The last time I saw her, she was sitting on the railings. You think she's fallen into the water? It can't be. There are sharks in these waters. She would have known not to risk her life like that. Perhaps she washed up on a beach nearby. Let me take you to my boat, and we'll see what we can do. Let me take you to my boat, and we'll see what we can do. Nou, kom, wegwezen. Wat was er precies gebeurd? Oké, okay, dus ik moet eerst doodgaan en dan pas. Kan ik een soort van naar de dokken gaan? Nee, dat het duidelijk is. Het duidelijk is dat ik eerst 20 keer mijn leven moet riskeren. Oh, je kan dit vast wel in één keer doen. Vast wel. Waarom heeft hij überhaupt een reddingsvest aan? I managed to get these two off the yacht after the engine exploded, but there's another one, Veronica, whom I can't find. I think she fell into the water. Let's hope sharks didn't get to her. They can be. Watch out! Okay. Ja, snap ik. Nou, ik probeer dus iets te vinden. Wat ervoor. Oh, laat maar trouwens. Ik wou zeggen, ik probeer dus juist iets te vinden wat ervoor zorgt dat ik. Ja, dankjewel. Heel veel juwelen trouwens. Wat ervoor zorgt dat ik dat ding ervan af kan halen. Ik zou trouwens compleet in paniek raken. Weet je, het is niet alsof je erop bedacht bent dat je dit soort dingen onder water moet doen. Ik weet niet. Ja, relax. Weet je, ik heb al eerder met geesten gedeeld. Ja, dankjewel. Waarom doe je zo ingewikkeld?
Nou, kom, wegwezen hier. There you are. I was worried that you hit your head on a rock. Climb up the net. And hurry! I can see sharks in the water. Sharks! I have to get out of the water! Dit is echt een mietje. Ja, sorry dat ik het zeg. Jezus. Really? Meen je dat nou? Dit is nou echt gewoon een of ander zeemonster. Allemachtig. Haaien hebben me trouwens ook nog steeds niet aangevallen. Ze zwemmen daar gewoon heel rustig. Haaien vallen trouwens bijna nooit mensen aan, hè? Dat doen ze alleen maar als echt. Ja, klinkt heel stom, maar dat doen ze alleen maar als ze echt bedreigd worden. Of ze moeten echt eten, maar nee. Er vallen bijna nooit mensen aan. Daarom is een film als Jaws ook zo'n grote onzin. Oh ja, want dat is echt nodig om te vinden. Een kitchen jar. Ja, ja, ja. Dat moeten we echt vinden als we echt omsloten worden door haaien aan de ene kant. En we kunnen... Rot toch op. Of ga toch weg met je kitchen jar. Dat bedoel ik. Gaat heen. Ja. Tuna. Tonijn dus. Yay. Nou, hier. Gelukkig drijft dat ding niet. En dan heb ik nog ergens een kan nodig. Weet je, ik vraag me niet eens meer af waarom. Oh, er zit hier een of andere inktvip. Ja, en hoe wil je dat ik met een Allen key? Oké. Okay. Ja, nou, dat bedoel ik dus. Hoe wil je dat ik hiermee mijn handen bescherm? Doet ook verder niks of zo. Nee. Oh ja, want ik heb ook echt precies datgene gevonden wat ik nodig heb om deze zeer unieke handschoenen... Ga toch weg, man. Weet je, als je dan toch meteen bezig bent, zou ik zeggen... stil dan meteen de hele... zoet. Wat moet ik hier nou precies mee? Ik krijg nog eens een keer een beroerte. Waarom hebben ze überhaupt twee verschillende soorten schroeven voor dit soort dingen gebruikt? Zit er trouwens... Nee, er zit niemand in, toch? Mag ik hopen van niet? Zitten we straks met nog een dode? En deze. Oké, dat gaat leuk worden. Van de helft kun je sowieso al zien dat ze niet goed zijn. Ik vind het zo vervelend.
Laat maar. Here, I'll help you. Look out! Ah! We're all safe now. Oh, ik wil zeggen, still, ben ik nou dood? What about that Veronica girl? Wonder what happened to her. She'll turn up somewhere eventually. Oh, maar dat is gebeurd. Want jullie hebben haar namelijk in het hoofdspel kunnen zien. Even kijken. Minigames, music, cutscenes. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik wil eigenlijk heel erg graag... Dan kan hij even kijken naar More Games. Dit is allemaal van dezelfde ontwikkelaar. Demon Hunter. Demon Hunter 2. Demon Hunter 3. Queen's Quest. Queen's Quest 2. Queen's Quest 3. Oh, dit ziet ook nog wat tof uit. Spear of Destiny. Het is trouwens wel heel ouderwets dat ze een beetje de andere games laten zien. Ik vind het nog wel leuk als ze het erin verstoppen. Nor Chronicles, Demon Hunter 4. Riddles of Light. Egypte, zeg ik. Nou, Queen's Quest 4. Demon Hunter 5. Yuletide Legends. Warframe Santa Claus. Nou, die heb ik wel vaker voorbij zien komen. En Ghost Files, Memory of a Crime. Volgens mij heb ik die al eens een keer gedaan. Maar goed, dat was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik zou zeggen een hele fijne dag, fijne avond, fijne wat dan ook. En tot de volgende keer. Tot ziens.